Wij zijn Herman en Gea en in 2015 hebben we ons huis verkocht en nu wonen en werken we vanuit onze camper. Wij promoten deze lifestyle omdat ons leven er veel goedkoper en leuker door geworden is. Het is 21 maart 2021. Wij gaan naar camperlocatie P8 Harderwijk. En die zit op de Vuurtorenweg. Het kost hier 10 euro. En ze hebben maximaal 14 plaatsen. En stroom is betaald. Dus er zit wel stroom bij en een vuilnisbakje. Voor de rest niks volgens mij. Even kijken. We hebben een keer eerder hier gereden. We kwamen vanaf de andere kant. Hebben we het niet goed. Nee. We rennen er voorbij. Ik denk of het nou aangeschreven wordt. Via Dolfinarium staat daar dan ook, maar er staat geen veld bij ofzo. Gewoon rechtdoor hier nog? Ja. Ja, denk ik Dolfinarium aanhouden, hè? Nou zegt hij rechts, ja. En dan rechtdoor. Ja, Dolfinarium aanhouden. Nou, daar is het al. Ja. En ik weet het niet zeker hoor, maar dit zijn volgens mij een redelijk wat plaatsen. 14 hoor, valt eigenlijk ook nog mee. De rest is gewoon naar het parkeren, hè? Dit is een mix parking. Ja. Je kans op dat de drie andere camperplaatsen naar vervallen hier, hè? Omdat dit nog vrij nieuw is. Ja. Maar dat weet ik niet zeker. Nou, hier staat wel een bordje voor het Dolfinarium, maar ik zie nog geen bordje voor de... Ja, daar. Nu kijk maar waar. Oh ja. Hier langs heen. Ja, dan heb je hier de camperplaats. Nou, dat is heel duidelijk. Maar er staat nergens een stroompaaltje. Behalve hier. Zie je dat? Oh ja. Hier heb je twee van die velden zo. Van die parkeerstuk naar stroompaaltjes staan. Nou, het is net wat Gea zei. Een parkeerplaats. Nou ja, dat heb je heel vaker. Alleen waar we dan vannacht stonden was ook een parkeerplaats. Ja, en ze laten hier ook de honden uit, kijk maar. Een lichtboek. Ja. Ja. En waar we vannacht stonden was ook een parkeerplaats, was ook hier in Harderwijk, maar die is gratis. De stroompaaltjes zijn afgezekerd op 16 ampère en dat werkt op aan en uit net. En dan zat ik eens eventjes dit af te passen, hè, maar 6. Ik denk dan dat er daar 3 moeten staan en daar 3. En dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ruim 15 meter. Dus je hebt 5 meter per camper. Dus nou, ik heb er 2 meter breed, dus ja, hou je 3 meter over, hè. Dus op zich, ja, dat stroom bij is ideaal natuurlijk. En een vuilnisbakje. En de lengte moet ik nog eventjes opmeten, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meter. Dus op zich zijn het wel mooie ruime plaats. Als je dan zo aan de buitenkant gaat staan, hè, zoals daar, ja, dan heb je natuurlijk aan de ene kant geen buren. En dat heb je ook met dit, hè, daar heb je het stroompaaltje ertussenin. Dus daar heb je gelijk ook al iets meer afstand met de buren. Je hoort de weg nou wel behoorlijk trouwens daar. Valt me nou op. Het is zondagochtend. Nou, volgens mij is het nog geen 9 uur. Ja, het is jammer dat de zon niet schijnt. Maar dan is het natuurlijk wel een stuk mooier zo. Het is wel een beetje apart, want hier zie je dan een bootje. En er staat dan op 85 cent per meter. Ja, dat is een beetje vreemd, hè, voor op een camperplaats. Het zal wel niet per meter betaald worden hier, denk ik. Ik denk dat het op de app dan wel duidelijk is. Hè? Dat je dus aan kunt geven dat je met de camper bent.